de gaswinning en de werkgelegenheid. Dat zijn voor het Groninger kandidaat Kamerlid Stineke van der Graaf de belangrijkste punten. Ze staat op de lijst van de ChristenUnie op plek 6. Ze zit nu in Provinciale Staten. De ChristenUnie heeft 5 zetels in de Tweede Kamer. In veel peilingen staat de partij nu op 6. Van der Graaf maakt daarom een echte kans om gekozen te worden. Ik zit nu bijna 10 jaar in Provinciale Staten en ik heb de provincie goed leren kennen en ook wat hier leeft. En als ik dan kijk naar het vraagstuk over de gaswinning, dat is echt onrecht wat daar plaatsvindt. Veiligheid staat daar niet voor op. Wij vinden dat die gaswinning echt verder omlaag moet worden gebracht. En dat er echt weer naar de mensen geluisterd wordt en naar de zorgen hier. Ander punt waar aan je mij zou kunnen herkennen straks in Den Haag is dat we inzetten op werkgelegenheid in de regio. Discussies over rijksdiensten en werkgelegenheid in de regio die komen iedere keer weer op. De ChristenUnie wil zich sterk maken voor het behoud van die werkgelegenheid hier in de regio en ook voor Groningen. Met de verkiezingen in Amerika en het referendum over de Brexit is er wel wat aan de hand in de democratie. Ik denk dat we wel lessen kunnen leren uit de verkiezingen die in Amerika zijn geweest, de presidentsverkiezingen daar en ook de discussie over de Brexit. Dat we een goed oog moeten hebben voor wat er zich ook in de regio's afspeelt. Als we kijken naar het kabinet, het huidige kabinet, dat heeft echt in de laatste jaren laten zien dat ze een Randstad-kabinet is. Vooral oog heeft voor zaken die in de Randstad spelen en niet voor in de regio. De ChristenUnie heeft echt oog voor wat er in de regio speelt. Zet zich in voor werkgelegenheid in de regio, voor behoud van werkgelegenheid in de regio en voor goede bereikbare verbindingen met de regio. En dat willen we ook in de komende jaren doen. Het kabinet straalt kilheid uit, ervaren veel Groningers. Zeker als het gaat om de gaswinning. Het kabinet straalt inderdaad kilheid uit als het gaat om het recht doen aan de Groningers en het gaswinningsvraagstuk wat hier speelt. Veiligheid heeft al die tijd niet voor opgestaan en dat staat het nog steeds niet. Die gaswinning zal daarvoor echt verder omlaag moeten worden gebracht. Stoppen met gaswinnen, zegt Stineke van der Graaf. Het tijdperk van de fossiele brandstof is echt aan zijn eind gekomen. We moeten nu die omschakeling maken naar een duurzame energievoorziening. Dagelijks worden hier in Groningen geconfronteerd met de gevolgen van die gaswinning en voelen we van binnenuit dat het anders moet. En ik zie hier hele mooie energiecoöperaties opstaan, hier ook in de stad. Ik zie opleidingen, jonge vakmensen opleiden om in die duurzame energiesector en met energiebesparingen aan de slag te gaan. Groningen kan hier echt de voortrekkersrol zijn voor heel Nederland. De Tweede Kamerverkiezingen worden op 15 maart 2017 gehouden.